allemaal, mijn naam is Frank de Bruin. Ja, Bart heeft het net al gezegd, ik ben een tijdje gigolo geweest. De meeste mensen die de FIFA hebben gelezen ooit, die zouden mij kennen als Gigolo Ramon. Ik schreef daarover een column in de FIFA, die is abrupt opgehouden op het moment dat ik onterecht achter de tralies beland in Italië. Daar gaan we tegen komen, maar dat komt dan later nog een keertje terug. Iedereen die op een gegeven moment Gigolo Ramon kende, die wist op een gegeven moment dan dat Frank de Bruin, ik dus, dat ik die persoon was. Nou, dan krijg je heel veel vragen van waarom ben je dat gaan doen en hoe was dat dan? En nou ja, al die vragen, ik had op een gegeven moment geen zin meer om ze allemaal te beantwoorden. Ik denk, nou weet je wat, ik giet het in een boekvorm. Ik heb een uitgever gevonden en nou ja, aangezien de meeste mensen allemaal een beetje de boeken kennen zoals Fifty Shades of Grey en de film American Gigolo hebben gezien, zou je het een beetje kunnen vergelijken met een mix van die twee. Alleen is het dan geen fictie, maar allemaal waar gebeurd. Nou, aan het einde van het boek wordt het een beetje uitgelegd hoe ik uiteindelijk in de gevangenis ben beland. En eigenlijk gaat daar dan het tweede boek over, maar dit boek gaat eigenlijk gewoon over het leven wat ik heb geleid als gigolo. Hoe ik erop kwam om dat te gaan doen, hoe ik ben geïntroduceerd vanuit het casino en alles wat men eigenlijk maar wilde weten over wat mij bewogen om dat te gaan doen en hoe dat is geweest, komt in dit boek aan de orde. En het leuke is dat de titel is eigenlijk een toepassing op ieder zijn leven, omdat ja, vooral met social media en alles en zo lijkt het allemaal schijnbaar dat het allemaal, zoals er wordt getoond, dat het allemaal is zoals het is of zoals men het aanneemt. Alleen ja, voor iedereen geldt denk ik dat die zelf wel weet van niets is wat het lijkt en ja, dat kom je allemaal te weten in het boek. Nou, dus,